Goedemiddag allemaal. Welkom op ons webinar Slim inzetten van een klantspecifiek dashboard. Dit webinar ga ik vandaag geven met Wilco. En ik begin ook eigenlijk met heel snel het woord te geven aan Wilco. Hij heeft een heleboel te vertellen, dus een half uurtje is niet zo lang om het een en ander te laten zien rondom RGS en de RGS Analyzer. Wilco. Ja, het is altijd goed. Goedemiddag, dus Wilco dus. Ik hoop dat iedereen mij goed hoort. RGS is, laat ik beginnen met wat is RGS? RGS is, is tegenwoordig, om het zo maar te zeggen, hot. Er zijn zelfs keurmerken voor. En Minox was als eerste RGS ready. En het doel van RGS is eigenlijk om een betere aansluiting te vinden in de administratieve keten. Dus als jullie iets in de administratie vastleggen, dat je dat dan makkelijk in je rapportagesoftware kan verwerken zonder te mappen. Dat je het naar de belastingdienst kunt krijgen, dat je het voor analyse kan gebruiken, dat je het voor dashboarding kan gebruiken. En nou, vandaag gaan we het dan voornamelijk inderdaad ook daarvoor gebruiken. Bijvoorbeeld, maar we hebben in Minox ook een hele mooie toepassing van een partner van Loan Street, waarvoor je het kredietrapportage mee kan aanvragen via RGS. Dus dat zijn allemaal leuke toepassingen van RGS. Maar zoals je kunt zien heb je hier de bronadministratie. Die staat centraal. Op basis van RGS kun je vervolgens een auditvel maken om het aan de Belastingdienst te geven, zodat de Belastingdienst daar dingen mee kan. Maar ook andere pakketten kunnen die tegenwoordig uitlezen met een RGS-code. We hebben de API, dus om partners met ons te laten praten. Wat ik zei net over die kredietverlener Loan Street, die dus eigenlijk zo'n portaal biedt om kredietverleners te vergelijken voor uw klant, voor je klant, kan je via onze API dat uitlezen. En uiteraard zie je het in Minox in alle vormen terug, zowel kolommenbalans als andere zaken. Nou, hoe werkt het? Eigenlijk werkt het heel eenvoudig. Ik denk dat je allemaal wel iets van Caseware, Audition, Vision Planner en dat soort pakketten kennen in Fine. Het begint met mappen. RGS is een standaard, nou ja, niet een standaard rekeningsschema. Het staat voor referentie grootboekschema. Het is een standaard referentie die aan een grootboekrekening hangt. En daarmee heeft die grootboekrekening betekenis gekregen en kun je er allerlei leuke dingen mee doen. Die kun je, nou, dat mappen kun je vervolgens kun je het opvragen. Waar we vandaag specifiek naar gaan kijken is het instellen van een RGS dashboard. Dus hoe kan ik nou dat dashboard maken voor al mijn klanten? Hoe werkt het dan met die formules? En hoe kan ik hem dan bekijken? Hoe kan ik doorzoomen en dat soort zaken? En ook hoe kan ik hem dan ook specifiek maken voor bepaalde klanten die iets meer willen? Dan was dat het stukje PowerPoint al? En dan zal ik nu laten zien hoe je het kunt zien. Ik hoop dat jullie mijn scherm zien van Minox. Dit is een administratie waarvoor wij de administratie doen. Dat is de Stichting Kijk en Luistermuseum in Bennekom. Een leuk museum om eens te bekijken. En dat zijn ook gewoon echte cijfers die daarin staan, die we met toestemming van de klant ook gewoon mogen delen. Dat is puur open. Dus ik ga naar die administratie toe. Nou, dan zie ik hier al een dashboard. En ik ga beginnen met eigenlijk het mappen. Dus ik ga nu eerst het mappen bekijken van hoe map je nou een administratie. Wat zijn daar wat handige tips en trucs in? En als dat goed staat, kan je daarna eigenlijk heel snel je dashboard aanmaken. Als ik nu naar onderhoud ga, grootboek. Dan zit er hier tegenwoordig het knopje RGS Mapper. Dus daar kan je mee mappen. Het leuke is dat we hebben geprobeerd eigenlijk het mappen zo makkelijk mogelijk te maken. Want achter deze mapper zit eigenlijk een robot en die zie je nu aan het werk. Die heeft eigenlijk bekeken wat er eigenlijk allemaal gevonden kan worden in deze administratie. Nou, je ziet dat er eigenlijk al heel veel is opgeslagen. Dat betekent dat ik die al bevestigd heb door een keer op dat duimpje te klikken. Maar je ziet dus ook bijvoorbeeld hier een groen vinkje die nog niet gevonden is. Nou, het makkelijke is dat je in principe hier een filter hebt en dan zeg je eigenlijk alles wat nog te mappen hebt wil ik zien. Anders interesseert me niet zo. En hier zie je dus dat je eigenlijk 5 rekeningen zijn gevonden waar je nog eens moet kijken. Nou, zo zie je dat de inventaris hier gevonden is. Dat hier een inkoopwaarde handelsgoederen staat. En dat hier nog de verkoop van de koffiekamer, dat er net de omzet uit verkoop bij staat.
Je kan deze groene, dat zijn, wij noemen dat 100% matches, in één keer goedkeuren. Want dat is bijna 100% zeker dat die wel goed zijn gemapt. Ja, dat is groen. We hebben dat letterlijk gevonden in ja, bijvoorbeeld de administratie van een account, of in een andere administratie, of in ergens anders via een slimme regel. Dus die zijn groen, die kan je in één keer goedkeuren. Doe ik dat, dan hou ik er nog 3 over. En je kunt ook altijd zien hoe een regel gevonden is. Dus je ziet bijvoorbeeld hier. Nou, deze is gevonden op de eerste 6 posities van de rekeningnaam. En deze heb ik even speciaal toegevoegd, want ik wou even zeker weten dat hij niks vond. Heeft hij uiteraard helemaal niet gevonden. Dus klik nou op die rekening die hij helemaal niet gevonden heeft. Dan gaat hij op deze code gaat hij zoeken. Nou, daar vindt hij uiteraard niks op. En als ik dan zeg, van, nou, het heeft iets met kosten te maken. Bijvoorbeeld overige algemene verkoopkosten. Dan kan ik hem gewoon heel simpel daar naartoe slepen. En is die gemapt. Nou, deze is gevonden ook op de eerste 6 posities van het rekeningnummer. Maar dit is laat het even laten zien, Wilco, hoe je dat dan ziet. Want als je er overheen hoevert, dat je dan die tekst krijgt. Ja. Ja, dus daar staan de eerste 6 posities. En je ziet dat hij eigenlijk hier een verkeerde afslag heeft genomen, want hij heeft de overige kantoorkosten gezien. Terwijl wij zeggen van 80-30. En dat komt omdat het museumkaart een beetje een aparte grootboekrekening is, omdat hij een debitkarakter heeft. Daar komen alle, ja, eigenlijk wordt het op getegenboekt als het ware. Dus heb je een omzetrekening met een debitindicatie. En die gaat hij dan ook logischerwijs proberen te zoeken in een winst- en verliesrekening met kosten. Dus wat ik dan moet doen is, ik ga eigenlijk klikken op die rekening. Nou, dan kom ik in de categorie terecht en ik zeg nu, zoek maar eens op bijvoorbeeld museum. En dan zie je dus ook dat er in onze omgeving een heel Minox, dus er 6 keer iets is met museum is gemapt, of 3 keer is gemapt naar bedrijfskosten en 2 keer naar een omzetrekening. En hier zie je dus dat het een klein verschil is met een verlaagd tarief, een algemeen tarief. In dit geval is het met het verlaagde tarief. Dus ik sleep hem naar museumkaart toe. En ik ben klaar met mappen. Nou, als ik dan nog even het overzicht wil zien, dan ben ik hier eigenlijk weer terug en kan ik ook zien. Er is nog 1 aandachtspuntje in het mappen. En dat is namelijk dat er soms omslagcodes worden gehanteerd. En dat zie ik bijvoorbeeld hier. Dan zie ik bijvoorbeeld dat de vooruitbetaalde posten dit jaar, die kan ook omslaan naar een schuld, als dat een creditbedrag zou worden. En in dat geval zie je dus dat je hier zo'n tekentje ziet, dat afhankelijk van het saldo wat hij heeft, dat dan automatisch die omslagcode wordt toegepast. Dit is het mapping gedeelte en daarmee kun je eigenlijk kun je heel snel de mapping doen. En je zult zien als je het voor jouw klant voor het eerst zou openen, dat hij eigenlijk al heel veel weet te vinden op een hele goede manier. Als ik dan volgens naar het tweede onderdeel ga, naar de opvragen analyzer, dan wil ik jullie eigenlijk 2 dingen laten zien. Deel 1 is, hoe bekijk ik nou eigenlijk het dashboard wat al gemaakt is in dit geval? En deel 2 is, hoe kan ik nou eigenlijk aanpassingen maken op zo'n dashboard, nieuwe analyses maken? Nou, ons dashboard is opgezet, hij begint altijd met de algemene analyses. Deze, op deze 8 widgets, of hoe je het wil noemen, stuurt het museum zijn, eigenlijk zijn, dat zijn de belangrijkste. In 1 opslag is de bedoeling, moet je kunnen zien hoe het museum ervoor staat. En dat zou je moeten kunnen maken voor ieder bedrijf. Dus we zien hier de omzet, de inkoopwaarde, wat de werkelijke winst is, de marge die daarmee wordt behaald, liquide middelen, solvabiliteit, nou ja, werkkapitaal en ook natuurlijk te betalen belasting, wat vaak een belangrijke post is om in de gaten te houden. Hier op deze 6-8 zaken stuurt het museum. Je ziet hieronder dat er veel meer onder staan, veel meer regels, maar ik zie nu alles en ik zie meteen mijn belangrijkste kerngetal als ik binnenkom. Via dit kan je dus bijvoorbeeld zeggen, maar ik wil wat doorzoomen mijn inzicht in mijn omzet. En dan zie ik ook hier dat je eigenlijk zegt van oké, ik heb de omzet, ik heb mijn subsidies en mijn giften. Nou, dat zijn eigenlijk hoe je je dashboard bekijkt. Vervolgens kan ik dus op zo'n regel kan ik doorzoomen naar de details. Dus ik denk van joh, hoe kan het eigenlijk dat ik die 118.000, of wat zijn dan die subsidies? Klik op die subsidies, klik hier op dat bekijk de analyse data. En dan zoomt hij eigenlijk meteen in op
Nou, welke subsidies dat dan zijn en via welke grootboekrekening dat gedaan gaat worden. In de volgende versie van de analyses kun je hier ook met een oogje doorzoomen op de rekening totaal details, zodat je ook weer meteen eigenlijk alle rekeningdetails er ook bij kan doen. Ja, je kunt het eventueel zeggen, ik wil het liever cumulatief zien. En je kunt dat altijd naar Excel exporteren, decimalen of niet. Zo heb je dus altijd met een iedere analyse heb je dus inzicht in het totaal. Dat is eigenlijk, dan heb je ook nog een periodeoverzicht. Dat is eigenlijk hoe je een dashboard bekijkt. Dus je gaat eigenlijk met je klant door de verschillende thema's in die hier zijn gedefinieerd. Van joh, ik wil, je begint met het algemene beeld van hoe sta ik er nou eigenlijk voor met die 8 analyses. En vervolgens kan je dan doorzoomen op bepaalde belangrijke zaken die voor jou belangrijk zijn. He, altijd inzicht in omzet, denk ik, inzicht in kosten. En zo kan je een aantal van die categorieën doornemen met jou als ondernemer of voor jou als bedrijf. Als ik nu kijk naar hoe kan ik dat dan aanpassen? Hè? Want het is natuurlijk leuk dat je het dashboard kan bekijken, maar hoe pas je het dan aan? Als ik het aan wil passen, dan kan ik het als volgt aanpassen. Als ik hier bijvoorbeeld zie, ik bijvoorbeeld dat ik deze 3 heb op het scherm en ik zie wel 5 regels hier. Dus bijvoorbeeld als ik deze giften, die heb ik erop staan, de subsidies heb ik erop staan, maar ik heb de museumomzet heb ik er niet op staan. Als ik die wil toevoegen, klik hier op dat pennetje en dan klapt hij eigenlijk uit. Dan zie je dat ik hier de naam van de categorie, de omschrijving kan aanpassen. Ik zie hier ook de formule, kom ik zo eventjes op. En nou, ik zie hier bijvoorbeeld allerlei zaken, ook hoe de normering werkt en dat soort zaken. Onderaan begin ik, kan ik zeggen van maar waar wil ik hem nou eigenlijk op het dashboard hebben? En ik vind dit wel een mooie plek, die is vrij. Dus ik zet nu het museumomzet daar neer. Ja, dus nu zie ik dat mijn omzet rond 18.000 is. 6.000-7.000 ervan krijg ik via subsidies van gemeentes en andere instellingen. En rechtstreeks in kaartverkoop heb ik dus voor 35.000 euro gekregen afgelopen jaar. Vervolgens kan ik dus hier dingen in aanpassen. Ik zeg, ik heb bijvoorbeeld hier gezegd, als de omzet van het museum lager is dan vorig jaar, dat staat hier, 100% vorig jaar, kleur hem dan maar rood. En bijvoorbeeld, ik had ook kunnen zeggen, maak hem maar groen. Als die hoger dan vorig jaar was. Nou, 100% van vorig jaar dan. Of ik zeg, ik vind het pas goed als ik 10% meer omzet heb dan vorig jaar. Nou, dan pas ik hem op deze manier aan. En heb ik hier de analyse staan. Dus je ziet dat je zowel eigenlijk de opbouw van het dashboard is dat je altijd widgets hebt. Standaard zijn widgets blauw. Dat is deze kleur. En op het moment dat hij dus goed wordt, maak je hem groen. Als die een aandachtspunt wordt oranje en als het echt helemaal verkeerd lijkt te gaan, dan wordt hij rood. Nou, deze widgets die kunnen gedeeld worden en die worden eigenlijk standaard gedeeld in Minox. Dus hier staat RGS analysebeschrijving. Analyse worden standaard opgenomen in de RGS Analytics Library voor alle gebruikers. Dus iedereen kan van elkaars analyses profiteren. Daarom zit hier een knopje Analyzer Store. Hè, want RGS is een open standaard, die kan iedereen gebruiken. En eigenlijk die formules hè, worden gedeeld. Als ik dan bijvoorbeeld kijk, we hebben hier een aantal gevalideerde Minox-analyses staan. Dat zal in de toekomst nog worden uitgebreid. Als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil te betalen BTW of mijn totale kosten wil ik graag aan mijn dashboard toevoegen, dan hoef je alleen maar een vinkje te zetten. En vervolgens zal aan mijn inzicht in kosten, die categorie, zal deze totale kosten worden toegevoegd. Maar ik kan ook kijken bij wat andere klanten doen of... zaken zoals een dashboard delen, kom ik zo nog op. Dus ik heb nu deze toegevoegd aan mijn analyse. Als ik dan wil kijken, dan zou ik zeggen, ik ga weer naar de inzicht in kosten, want daar was hij aan toegevoegd. En als je dan helemaal onderaan kijkt, zie je inderdaad dat hij gewoon een analyse uit de standaard library heeft toegevoegd. En daar kan ik eventueel iets aan toevoegen, een opmerking voor de klant maken. Hij moet zo boven de 100% zijn. Uiteraard kan ik ook, en dat is de bedoeling, dat iedereen hoe meer... analyses er zijn en hoe meer er gedeeld wordt, hoe mooier de dashboards iedereen kan maken. Dus als ik nu opnieuw klik, en ik zou bijvoorbeeld een nieuwe analyse gaan maken, die bijvoorbeeld over bedrijfskosten gaat. Huisvesting of iets dergelijks. Dus,
Ik ga iets maken met de huisvesting. Dat hoort in de categorie inzicht in kosten. Ik kan een uitgebreide omschrijving, kan nog opmerken voor klant. En dan ga ik hier werken met een formule. Formules werken eigenlijk als in Excel. Ik kan er ook een isje voor zetten. Dat hoeft in principe niet, want hij weet al dat het hier om een formule gaat. Dus, en de formule in RGS is als volgt opgebouwd. Je hebt een W en een B. Dus de W begin je met balans. Je ziet nu meteen dat mijn winst in dit geval dus min 45,38 is. Maar het is natuurlijk credit. Dus het betekent eigenlijk dat het een positieve winst is. Want het werkt gewoon volgens het debit-credit systeem. Dus ik heb nu de W ingesteld. En als ik nu zeg ik wil de bedrijfskosten weten. Dan maak ik daar met een hoofdletter. Dat is het tweede deel van de code. Dit is eigenlijk een niveau 1 code als ik het zo mag zeggen. Dan maak ik er WBED van. Nu in één keer heb ik alle bedrijfskosten van de hele administratie op één hoop gegooid. Maar ik wil niet de bedrijfskosten, ik wil de huisvestingskosten hebben. Nou, dan voeg ik het derde deel aan die code toe en dat is WBED huisvestingskosten. Ja, en op deze manier heb ik alleen de huisvestingskosten. Maar huisvestingskosten bestaat ook weer uit twee dingen. Ik kan natuurlijk zeggen, bijvoorbeeld gas, water, elektra. Heb ik het nu voor gas, water, elektra? Maar ik zou ook bijvoorbeeld willen weten, ik wil het voor de onderhoudsgebouwen. Dan kan ik zeggen, ONG, dat zijn mijn onderhoudsgebouwen. Dus op deze manier kan je dus spelen met die codes. En je ziet dus dat hij meteen alle rekeningen die onder die codes zijn optelt. En het mooie is het cumulatief werk. Dus als ik het er weer afhaal, heb ik nu eigenlijk alle huisvestingsbedrijfskosten in één formule gevangen. Ik zie een goede vraag. Ik had hem zelf ook al. De lijst met al die codes, die kun je terugvinden in onze quick guide van de RGS Analyzer en de Mapper. Ja, en we hebben wat ook wat. Er zitten best veel codes in, dus je kunt ook, we hebben ook wat PDF's gemaakt, waarbij je het wat makkelijker kunt terugvinden. Die zouden ook nog aan die quick guide kunnen toevoegen, dat je wat meer het overzicht houdt. Want heel vaak zien we dat je toch wel codes op niveau 3 of 4 gebruikt, omdat je het, ja, je hebt vaak alleen niet wil de huisvestingskosten laten zien. En niet per se doorzoomen naar wat dan daar is. Dat zie je vaak wel als je op zo'n analyse zo meteen doorzoomt, dan zie je meteen wat er dan aan kosten onderhangt. Dus goede vraag. Nou, ik heb hem nu ingesteld en als ik dan bijvoorbeeld zeg van ja, maar ik wil eigenlijk niet de huisvestingskosten, maar ik wil eigenlijk wat percentage van mijn huisvestingskosten is het nog. Hè? Want het is vaak leuk om natuurlijk universele analyse te maken. Hè, 16.000 euro is natuurlijk leuk, maar ik kan ook zeggen van nou, ik wil dat bijvoorbeeld delen door. En dan kom ik weer met een niveau 1, dus ik wil het delen door mijn winst. Nou, ik wil door de winst om. En je ziet ook steeds ook een hoofdletter gebruiken op het stukje waar de code begint. Dus het is altijd waar de code begint, begint hij met een hoofdletter. En dan doe ik dat keer min 100 in dit geval, omdat het over, WOMS is natuurlijk weer zo'n creditboeking, omzet is altijd credit. Dus ik maak hem even keer min 1 positief. Nou, vervolgens zeg ik dan, ik wil hem dus in dit geval als een percentage laten zien. Dus als ik dan zeg, mijn huisvestingskosten in dit geval zijn dus, als ik het vergelijk met alleen mijn opbrengsten, zonder mijn subsidies, is dat 48% zijn mijn huisvestingskosten ten opzichte van gewoon de kaartverkopers. Nou, zo maak je dus eigenlijk formules. Dan heb je hieronder heb je een keuze te maken tussen, wil je dit hebben over ingestelde begin-eind? Dat betekent dus als ik hier zeg, ik wil het van periode 1, nou eigenlijk van periode laten we zeggen nu voor het derde kwartaal zien. Ik wil het van 7 tot en met 9 zien, dan zegt hij dus dat 45% is. Dat werkt heel goed voor winst- en verliesanalyses. Die stel je vaak zo in. Maar bijvoorbeeld, noem wat een current ratio, dus de balanskengetallen. Die wil je natuurlijk altijd cumulatief zien. Je wil altijd zien van oké, vanaf het begin en met de beginbalans meegenomen, hoeveel heb ik hem dan? En dan zet ik hem op een cumulatieve stand, want dan werkt hij eigenlijk altijd cumulatief. Dan kijkt hij dus niet meer naar de 7. Hij gaat altijd vanaf het begin rekenen tot en met periode 9. Zo bouwt hij dan de analyse op. Dus in dit geval klopt die ingestelde begin-eind. Nou, ik wil hem op blauw hebben en ik zeg, maak hem maar, weet ik veel, groen als dat lager wordt dan vorig jaar bijvoorbeeld. Als het lager is dan vorig jaar, dan vind ik dat ik goed doe. Dan heb ik dus minder huisvestingskosten in verhouding. Nou, nu heb ik hem eigenlijk al gemaakt. De analyse en hij is opgeslagen.
En als laatste kan ik hem dan weer op een plek op het dashboard plaatsen. Nou, ik zie dat ik alle plekken bezet heb, maar ik vind die overige kosten vind ik wat minder interessant. Dus ik zeg, ik wil hem daar hebben. Dan zet ik een inzicht in kosten. En nu sla ik hem dus, die bedrijfskosten van de huisvesting, sla ik dus op in die inzicht in kosten. Op binnen de geselecteerde categorie. Op dat. En ik kan dus ook op mijn hoofddashboard zetten. En je ziet dus nu dat hij 45% hier neergeeft. En vorig jaar zegt hij dat het 8% was. Nou, dan zie je ook wat een verschil dat met zich mee kan brengen. Dat komt doordat er geïnvesteerd is. Dus zo maak je formules. Nou, dus het laatste wat ik wil delen vandaag is. Ik wil nog twee dingen delen. Het ene laatste wat ik wil delen is, je hoeft niet per se met formules te werken. Als je klantspecifieke dashboards en je wil bijvoorbeeld margeberekeningen doen. RGS kent niet echt categorieën qua marges. Het is meer van de categorieën van omzet zijn bijvoorbeeld op BTW hoog, BTW laag en dat soort zaken. Maar niet zozeer ik wil mijn omzet eis delen door mijn kostprijs eis. Zou je dat nou wel willen bijvoorbeeld, dan kan je hier ook werken met gewoon grootboekrekeningen. Die kun je natuurlijk niet delen, want die zijn niet generiek, dat is per grootboekrekening afhankelijk. Maar als ik bijvoorbeeld mijn grootboekrekening eis G weer met die hoofdletter 8000 is, dan zie ik dat hier de kost is. Moet ik trouwens een minnetje verzetten, want dan heb ik het positief. En dat wil ik bijvoorbeeld, en ik wil bijvoorbeeld mijn inkoop eis delen door mijn omzet eis. Dan zeg ik, ik weet niet of die erin zit, G 7000 gedeeld door geen 8000. Nou, in dit geval heb ik dus 0%. Dat is mijn kostprijs van mijn omzet. Ja, maar op deze manier kan je dus ook met grootboekrekeningen formules maken. Die worden niet automatisch gedeeld, want daar kan een andere klant helemaal niks mee. Maar op die manier kan je dus voor bepaalde klanten zeggen, bijvoorbeeld in de horeca, ik wil mijn omzet, mijn marge over mijn ijsverkoop weten, ik wil een marge over mijn voorgerecht, I don't know. Dat soort zaken kun je hiermee dus instellen om hem net even wat specifieker te maken voor een bepaalde klant, wat dan met RGS soms wat lastiger is. Nou, als laatste zie je hier zo een code om alle dashboards te delen. Die zie je hier, die kan je met het knopje kopiëren. Als je dus eenmaal zo'n dashboard hebt gemaakt voor al je klanten, is dat heel makkelijk om te delen. Het enige wat je hoeft te doen, ga naar een andere administratie, kopieer dit nummer, ga naar die Analyzer Store. En zegt hier die code dashboard delen aan. En op dit moment, als ik hem dan hier inzet, haalt hij alle dashboards, alle analyses direct op die op de dashboard actief zijn. In dit geval zijn ze bij mij meteen actief, want ik zit in hetzelfde dashboard als waar ik hem kopieer. Dus je klikt hier op code dashboard delen, je klikt hier die code in. En dan kan je met selectie in één keer naar dashboard kopiëren. Dan heb je het hele dashboard overgenomen van een klant waar je hem hebt neergezet, of bijvoorbeeld in je standaard rekeningsschema. Dus op deze manier kan je dus dashboards delen. Je kan ook zeggen, nou, ik maak meerdere dashboards, één voor de horeca, één voor dit. Op deze manier dus, kopieer dus van het ene klant naar een andere klant. Dan heb je dus in één keer je dashboard voor alle klanten beschikbaar. Ik kan me voorstellen dat dit best wel heel snel ging. En daarom organiseren we ook masterclasses, waarin we echt diepgaand ingaan op diepgaand ingaan op RGS en de toepassen en hoe je nou met formules werkt, hoe je die normeringen in kan stellen, hoe je de mapping nou zo snel mogelijk goed kan krijgen, hoe je die kan delen over je klanten. Degene die in oktober wordt gegeven is al vele keren overschreven, dus die zit vol. Maar de volgende is 14 november. En ik denk dat het ook leuk is om dan nu even een poll even te delen, Wilco. Van hoe jullie hebben nu geluisterd naar het verhaal van Wilco. Het is best wel snel gegaan. Maar hoe denken jullie op dit moment over RGS? En of jullie een masterclass naar aanleiding van deze RGS... webinar willen volgen, of dat jullie geen meerwaarde zien, of nou, dat je zegt, nee, dit heeft me eigenlijk net even dat setje gegeven om mezelf verder mee aan de slag te gaan. En ik zou het leuk vinden als jullie dat willen delen. We zijn ooit het niet per se met een supergroot aantal mensen nu, maar ik zou het wel leuk vinden ooit het, als ik nog even iets meer respons krijg dan ik nu heb gehad.
Nou, ik zie dat er voor sommige mensen inderdaad dat het nou, wat minder meerwaarde is. Ik zou het nog wel even leuk vinden voor nou, wat de achterliggende reden is. Omdat we zelf denken dat het wel een mooie opportunity is en een mooie meerwaarde kan geven naar richting je klanten. Gelukkig zie ik ook dat er nog een heel aantal mensen zijn die de masterclass inderdaad willen volgen. Nou, kijk even via Eventbrite voor de masterclass. En als je na tijd wil vrijmaken. Nou, dat vinden we ook echt super, super fijn. En mocht je daar nog hulp bij nodig hebben of misschien een klantspecifieke training nog even wil krijgen, dan is die mogelijkheid er natuurlijk ook. Ik ga het scherm weer even terugdelen. Even kijken. Demo heb ik ondertussen gehad. Ik denk dat we nu dan, hè, als jullie verder geen vragen hebben, ja, denk ik dat we redelijk kunnen gaan, afsluiten. Dus als jullie nog vragen hebben, kan je ze nu stellen. Stel ze dan ook vooral. Dus kunnen we nog gauw even antwoord geven of eventueel later dan nog antwoord geven. Nou, Wilco, ik heb het idee dat het verhaal helemaal duidelijk is. Ik zie nu iemand typen. Nou, ik krijg een dankjewel. Nou, graag gedaan. Dus dan denk ik dat we bij deze maar even moeten gaan afsluiten. Supergoed. Leuk om te horen. Ja, hartelijk dank. En mochten er nog vragen zijn, dan kunnen u uiteraard ook vragen stellen. En via support dat nog gekomen. Ja. Hartelijk dank. Hartelijk dank.